We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Zorg dat er niemand meekijkt wanneer u uw pincode intoetst. Helaas lopen de mensen rond die maar al te graag meegluren. En als ze uw code eenmaal weten, is de volgende stap snel gezet. Het bemachtigen van uw pinpas. En daarin gaan ze soms heel erg ver. Ja, ontzettend boos dat ze een oud mens, oude mensen, ja, het gebeurt overal, maar dat ze dan op die manier aan de geld komen, dat er gewoon bendes zijn. Want een vrouw kijkt, een man pint, dus dat zijn gewoon bendes. Dit is het verhaal van een 88-jarige vrouw uit Vlaardingen. Ze is nog kwiek. Ze leest elke dag de krant, ze rijdt nog zelf auto en ze doet zelf haar boodschappen. Zo ook op 10 november van vorig jaar. Ze ging boodschappen doen bij de supermarkt en er stond niemand achter, er was geen rij en ze heeft haar pinpas gebruikt. En later realiseerde ze zich dat er iemand achter haar langs was gelopen zonder boodschappen. En toen is ze naar de auto gegaan, heeft ze de boodschappen in de auto gedaan. Is ze nog op bezoek geweest bij een familielid en daarna naar huis gegaan. Eenmaal thuis brengt de 88-jarige Vlaardingse de avond voor de tv door. Vaste prik is onder meer goede tijden, slechte tijden. Rond 12 uur gaat ze naar bed. En dan doet ze een pijnlijke ontdekking. We hebben met een breekijzer het keukenraam opengemaakt. En de tas, het huis doorzocht en de tas uit de slaapkamer ontvreemd. En meegenomen. Mijn moeder zat het kamertje ernaast televisie te kijken. Bij de inbraak is een pinpas buitgemaakt en dezelfde avond is er in Rotterdam met de pas gepint. De pincode moet die middag zijn afgekeken bij de supermarkt. Door de vrouw die achter het slachtoffer langsliep bij het afrekenen. Toen hadden ze dus de code, maar nog niet de bijbehorende pas. Ik denk toch dat ze gevolgd is, want ze heeft gepint, is nog ergens op visite gegaan. Is daarna pas naar huis gereden en dat is een hele andere wijk ook. En dus ze moeten haar gewoon gevolgd zijn. Dat is de enige conclusie die je kan trekken. Want het kan niet zo zijn dat ze de tas in huis vinden met een bankpas. En er is geen code in huis. Dus dan hadden ze nooit aan een code kunnen komen. Deze mannen pinnen dus met de gestolen pinpas. We hebben deze mannen vorige week ook al getoond in bureau Rijnmond. En dat heeft één tip opgeleverd. We hopen op meer informatie. Zeker nu het verhaal achter de diefstal bekend is. Van de vrouw die in de supermarkt de pincode van de vrouw heeft afgekeken, zijn helaas geen beelden. Hoe gaat het inmiddels met het slachtoffer? Ja, die was eerst echt helemaal ontzet, woedend dat ze aan de spullen en aan de geld kwamen. En sliep slecht. Ja, je bent nerveus, je hartkloppingen. Ja, die mensen zijn 88, dus ja, dat heeft een gigantische impact. En een onveilig gevoel dat je in huis zit en gewoon weet dat er iemand is binnen is geweest. Dus dat duurt best een tijd voordat je dan weer wat rustiger bent en ja, je weer thuis, weer echt thuis is. Kunt u de politie helpen bij het opsporen van de mannen en hun handlangster? Bel dan met de politie-eenheid Rotterdam via 0800 60 70.